Ja, ze staan al op jullie te wachten. Alwin, hoe gaat het eigenlijk met de welvaart in Pontus? Goed. Oké, okay, mooi om te horen. Oh, goed heren. Is goed. Goed. Ze zijn aangekomen. Jordi, ga jij maar weer bij de poort staan. Ik meld het wel als wij weer vertrekken. Ja, is goed. Oké, Damon. Ik denk dat jij wat vertellen hebt. Want jullie stonden al in mijn troon zoals ik toen binnenkwam. Nu komen die twee er ook nog bij. Ja, waarom komen jullie naar mijn land? Laat dat ten eerste. Ik en Jelle zijn op verzoek van Damien naar hier gekomen. Okay. Ja, precies. Ik en Destem hadden het op de reis hier naartoe al over gehad. En nu we er met z'n allen zijn, de gehele alliantie bij elkaar, dan leg ik het even hier nu uit. Ik wou een aanval plannen op Doriath, omdat hun best wel arrogant bezig zijn de laatste tijd. En extra land voor de alliantie is heel handig. Vooral voor Pontus, omdat het lekker dichtbij ligt en omdat hun de kou wel gewend zijn. Dus, en dat was eigenlijk de reden waarom ik iedereen bij elkaar had geroepen. Sorry, mijn fout. En daarom, dit wou ik ook bespreken. En ook nog een aanval op Brol als afleiding. Oké. Interessant. Ten eerste, wij zijn koud niet gewend. Het was vroeger woestijn, maar... ja, ik begrijp het wel. Maar door het aanvallen, is dat een beetje riskant met die Zaterdagse alliantie? Nou... Je moet het zo zien. Hun hebben een hele mooie kustlijn langs hun land lopen. En wij hebben nogal sterke schepen. Sinds ik en Destem en ik ook al ver zijn in schepen. En jullie heel veel met kanonnen bezig zijn. Ja. En dan kunnen we een mooie aanval doen op de kust van Doriath. En het is misschien riskant voor die aanval op Brol. Want Mira... Jullie hebben volgens mij niet al de beste relatie met Brol door de jaren heen. Nee, die stuit die zandvlekken. Ja, precies. En dus ik heb vernomen van bronnen, volgens mij ook uit Mira, dat Satox richting Brol is gegaan om weer hun alliantie opnieuw op te bouwen. Dus waarschijnlijk komen hun ook helpen wanneer ze bericht krijgen van Doriath. Denk ik. En dan kan Mira... Misschien 30 zoiets. Maar, dat moet je niet, niet gaan onderschatten. Ja, precies. Maar hun waren altijd een goede alliantie van elkaar. Zover ik heb gehoord en zover ik heb gelezen in de boeken en de archieven. Maar, mijn plan was dat Mira met een hele groep en misschien nog wat schepen en mannen van ons erbij... een stuk van Brol verovert. En dat Brol dus bezig is, of in ieder geval... verzwakt wordt, want in het noorden van hun ligt hun hele goudopslag en hun hele goudmijn. Dus als Mira het noorden overneemt, hebben onze alliantie heel veel goud erbij en heeft Brol minder land, dus minder macht. Oké. Ik heb een idee. Ik ga via het zuiden, kom ik met mijn eerste en derde Mountain Divisions, kom ik daarheen als afleiding. En mijn navy ga ik via de westkant stuur ik erop af om de defensie daardoor te verzwakken, dat het Pontus leger er sneller doorheen kan. Ja, dat kan. Maar dan is mijn vraag, koning Jelle, denk jij dat jij met jouw leger en misschien nog wat mannen van ons het noorden van Brol kan overnemen, of denk je dat je daar een groot leger voor nodig hebt? Qua leger zal het niet zo moeilijk zijn, alleen het enige probleem is, de grenzen van het noorden van Brol worden stijver waard door een gigantische muur. Ik denk dat ik misschien nog wel kanonnen of zo nodig heb. Ik heb net een nieuw type artillerie, die kan jij wel gebruiken. Maar dat zou fijn zijn. Misschien ook wat camouflage erop. Ja, dat zou ik wel regelen. Oké. Want nou, dan hebben we alleen nog de aanval op Doriath die we helemaal moeten uitplannen. Want dat wordt wel wat moeilijker, aangezien ik die hele noordelijke alliantie van Satox aan verwacht. Omdat hun nog best wel een goede band met elkaar hebben. Ja, waarschijnlijk zal Satox... Daarnaast hebben we nog een probleem. Doriath zit nu ook in de Satox alliantie. Wat? Ja... Vaders. Als Brol in Doriath zal beschermen, dan denk ik dat Satox... Ja, maar
alliantie met de Doris. Oké, wacht, ik heb een idee. Ik laat mijn onderzeeërs en mijn... Ik stuur zo'n 3 slagschepen voor de kust. Om te zorgen dat ze niet bij hun kust vandaan kunnen komen. Ja, dat kan. Ik denk eigenlijk dat voor Doriath, dat wij daar alvast een kleine vloot naartoe moeten sturen om te scouten. Misschien. Want we weten nog niet precies hoe hun defensie is. Want de laatste keer dat Eskat er is geweest is 10, 15 jaar geleden. Waarschijnlijk zal Zatox ook nog nut en zo betalen om mee te helpen. Een poos geleden zijn er nog handelsschepen van mij daar geweest. En die hadden erover dat de muren wel 3 keer zo dik zijn geworden. Shit. Ja. Maar het is best wel een probleem dan eigenlijk. Want ja, misschien... Ik zou eventueel dan een reserve leger via het land erheen sturen. Maar dat is zeer riskant aangezien dat ja, dus. De mannen die hebben al vaker voor grotere problemen gestaan. Dus dat tja. Probleem daar, dat ja. Even kijken. Dus dan gaan Tortuga, Pontus, Asgard, Seleucia op Doriath. Wat waarschijnlijk daar staat met Satox, Argos, Doriath zelf natuurlijk. Brol misschien. Waarschijnlijk Nut. Ja, Nut en Celia. Ja, maar dat... wat hebben we aan Nut? En een Doriath dan? Ik denk dat ze Nut meer gebruiken als een menselijk schild. Ja, precies. Ik bedoel, Nut is een beetje het uitschot van hun alliantie. Ja, aangezien hun er heel laat bij kwamen. En helemaal niet echt veel rijkdom of legers hebben. Klopt. Zou het dan ook kunnen dat een Doriath erbij zal zijn? Een Doriath. Ja, ik denk... zal er wel zijn. Maar... ja, waarschijnlijk het is... wel. Dwergen, die kunnen niet vechten. Dus... ja. Misschien komen ze er later bij. De enige echt gewonnen slag, als je het zo kan noemen, van een Doriath was bij Seleucia. En dat was gewoon omdat jullie niet genoeg manschappen hadden. Ja, het was een onverwachte aanval. En ze hadden Zatox betaald. Ja, precies. Dus een Doriath kan erbij voegen. Maar als dat gebeurt, dan... ik weet niet of we dan genoeg manschappen hebben. Want dan hebben we hun best wel een groot leger. En je moet bedenken, wij komen via zee. Dus wij... en het is niet op ons eigen land, zoals bij die slag op Avalon. Zodat wij de hele tijd mensen extra kunnen bijroepen. Dus wij hebben maar een bepaald aantal mensen. En hun hebben een heel leger. Zou dat wel? Het voordeel is dat wij met onze kanonnen van de schepen meer kunnen verwoesten. Ja. Dat is het voordeel aan ons. Ja, Dit moeten we misschien nog een keer uitwerken. Ik heb misschien... heb iemand anders nog wat nieuws te melden? Ja, ik heb... Jelle, omdat ik mijn Afrika korps ga disablen, omdat ik het niet nodig heb, stuur ik al mijn equipment naar jou toe. Dus dat is inclusief schepen, kanonnen, ja, de cavalry erbij, de armored vehicles. Die stuur ik allemaal naar jou toe, die kan je dan hebben. Dat is dan mijn bijdrage aan jouw stuk. Ik heb net 119 nieuwe cavalry corps aangemaakt. Die ga ik gebruiken in de oorlog waarschijnlijk. Ik heb wat nieuw staal nodig in ieder geval. Ik zal je wel heel wat schepen met staal erin sturen. Oké. Trouwens Alwin, nu we het even over Brol gesproken. We moeten jou toch nog betalen. En mij ook van dat metaal wat we ze toen hebben geleverd. Ja, dat is een aardig bedragje. Dat komt wel in de 670. Dus. Ja, precies. Dus als Jelle, jij dat ons weer terug kan leveren, dat goud. En dat jij gewoon de rest houdt. Of misschien ook nog wat aan Reden en Destem geeft. Dan kunnen we er wel... Ik heb niet echt veel aan goud. Oké. Okay. Ja, ik moet mijn leger en spul financieren. Dan Alwin, heb jij nog misschien wat nieuws? Ik heb niet echt een Doriath kunnen bereiken. Ik werd een beetje gehinderd door Brol. En aangezien ik de verkeerde vloot bij me had, is er een klein gevechtje op zee uitgebroken. En ja, wij werden gedwongen om terug te trekken. Dus wanneer heeft Brol een sterke vloot? Ik weet wel dat ze een paar schepen hebben, maar... Die horen niet tegen onze schepen. Weet je wat het is? Wij hebben al zo lang niet meer iets van Brol gehoord. Dat we niet weten wat ze hebben. Ja, shit. Dat is waar. 30 jaar geleden, hè? Zoiets. 40 misschien. Ja, kijk. Het kan ook zijn dat ze spionnen hebben in ons land hebben zitten.
en de blauwdruk van onze wapens naar hun toe brengen. Dat kan. Even kijken. Jelle, heb jij nog nieuws? Ja, ik heb laatst van Jonne gehoord dat een Dorius een vreemd beest in de grot heeft zitten. Een beest? Ja. Een monster met vleugels. Een draak bedoel je? Draak? Ja, zoiets. Die horen uitgestorven zijn door Tartarus. Nou, die nee, hebben het draken, alle. Ja, dat is een apart verhaal. Het is nooit echt bevestigd dat draken dood zijn. Oké, even denken. Draken. Maar dat is een Dorius. Stel, een Dorius stemt die beest. Dan hebben wij een heel groot probleem. Want heel veel huizen en ondersteuningen van onze huizen zijn van hout, zover ik weet. Behalve in Mira, maar dat is allemaal van zandsteen en van zand. Dus stel, er komt een draak aan die vuur spuwt. Het smelt, ja. Daar komt het probleem dus. Ik weet niet hoe wij daar tegenop kunnen tegen draken. Ik heb er nooit een meegemaakt. Ik weet niet of jullie dat hebben gedaan. Maar is het anders goed dat Destem ook wat spionnen naar hun dorp stuurt voor meer onderzoek? Ja, dat kan denk ik wel. Destem, wat denk jij? Ja, dat kan wel. Ik heb trouwens een idee. Als wij trouwens één draak kunnen doden, kunnen we ze huid meenemen. En kunnen we onze boot daarmee bepanseren. Ja, precies. Ja, nee, ik zal even eerlijk zijn. Wij zijn in het westen zijn wij aangevallen, daar voorbij de poort. En wij hebben een soortje draakachtig wezen uit de lucht geschoten. Oh, mooi. Maar die ligt wel op de grens van, van die stammen die daar zitten. Ja, dan moeten we misschien daarheen lopen, de beste kans dat wij zelf aan het spit gereden worden. Precies. Ja, dat moeten we niet hebben. Even denken. Reden, heb jij nog nieuws? Of nee, niet zoveel. Heb je nog een Dorius gezien langs je grenzen? Of? Ik heb een Dorius niet gezien. Zaterdag is ook helemaal veilig. Oké, mooi. Dan iemand anders nog wat, want ik heb hier wel mijn dingen besproken. Misschien moeten we binnenkort nog de plannen voor even denken. Hoe heet dat? Brol en Doriat bespreken Pontus, Mira, Slucia, Tortuga of Asgard. Lijkt me handig als we dat in Asgard doen. Ja. Want dat is ongeveer het middelpunt. Ja. Niet alleen dat hier een pont is, op het moment best wel mhm. Maar lijkt me verstandig dat we nu in Tortuga gaan doen, aangezien dat bij de grenzen van Andorius en Dorian is. Ja. Ja, klopt. Maar dan kan het wel zijn dat zij onze schepen zien en dat zien als gevaar. Ja, dan plannen ze misschien ook al iets tegen ons. En zien. Dat is het dan wel voor mij. Iemand anders nog die de vergadering wil voortzeggen. Want anders ga ik weer. Dan maak ik Asgard en de schepen en de mannen klaar voor oorlog. En dan spreken we binnenkort een datum af. Nee, dit is nog wel een beetje. Ik ga mijn hertog inleggen dat ze hun legers klaar moeten maken. Oké. Okay. Iemand van jullie nog? Want ik en Alwin. Damien, ik kom binnenkort bij jou voor langs om even mijn rest goud en waardevolle dingen even op die bank te storten bij jou. Ja, is goed. Destem, is het ook goed als jij wat artillerie aan mij gunt, want ja, we zijn een beetje leeg. Wat voor kaliber moet je hebben? 80, 90? 80 is goed. Oké. Okay, en dan Jelle, jij nog nieuws of? Eigenlijk niet. Oké, dan zeg ik hierbij gegroet heren. Ik wens jullie nog een goede reis terug en Alwin, we spreken elkaar nog. En dan we spreken binnenkort een datum af. Goed, heren. Goed. Ik ga ook. Goed. Kijken, Silas. Jongens, meekomen. Loop maar voor. Jullie weten wat schip staat. Jullie maken hem alvast klaar.